Een paar dagen geleden was er dus zo'n drama tussen mij en de ex van de mattie van mij. En ik dacht met mezelf van, leuk, dit is zoals gewoonlijk en het was er weer uit. En dus ik zei ervan, luister, het is uit, het is beter dat we niet met elkaar omgaan. Dus ik zei allemaal bericht van, ik gaf een PSN-code. Dus ja, gewoon een beetje op te vrolijken, ga maar gewoon weg. Maar het blijft dus altijd compleet verkeerd opgevat. Ik dacht met mezelf van, Dus die volgende dag, dacht ik bij mezelf van, de volgende dag komt die ex van dus. Zij begon me helemaal uit te schelden, dus ik begon helemaal boos te doen. Ze zei maar, wacht maar. En ik dacht met mezelf van, leuk. Dus de volgende dag zei Mattie van mij van, Ewa, heb jij Facebook ineens? Ik zei van, nee, hoezo dat? Dat heeft allemaal gezeik. Dus die man die zegt van mij, dus iemand die jou nadoet en gewoon iemand die ook signaal heeft. En het was dus blijkbaar zijn ex. En ik dacht bij mezelf, zijn ex, ja. Ik begon me helemaal na te doen, identiteitsfraude. En ik vond het al, gewoon op mij, juist met mij en die vriend krijgen. Dus ik dacht bij mezelf van, leuk, dit is zoals gewoonlijk. En die ex is zo gestoord. En ik dacht bij mezelf van, leuk, het is zo... Ik wou hier al niet in beland raakte. Maar ja, als het zo moet. En ik dacht bij mezelf, als het zo weer moet. Dan denk ik bij mezelf, leuk. Ik heb het zoals gewoonlijk. En ik dacht, zo'n drama heb ik nooit zin in. Ik heb daar nooit en nooit zin in. Want je weet, met mijn drama, ik word er nooit gevallen. Maar dus, ik heb bij mezelf, leuk. Doe als een blauw duimpje en ik zie jullie allemaal laters. Maar dus een paar dagen geleden dus was het dus het geval van, die ex begon helemaal accounts aan te maken voor mij te bedreigen. Ik begon me op YouTube te bedreigen en dan dacht ik zo van, moet ik hier nou op ingaan, dus bla bla bla. Het was zoals gewoonlijk, de meeste drama gewoon. Maar deze keer was het echt gewoon identiteitsfraude en ze wou me gewoon letterlijk gewoon zwart maken. Ik dacht me zo van, leuk. Maar dus ik begon er gewoon een beetje terug te strijken en ik dacht met mezelf, fucking legit. En dus ik dacht mezelf van, leuk, het is weer drama en ik dacht met mezelf, fucking geweldig. Dus die ex begon helemaal gestoord te doen. Ik dacht bij mezelf van, waar moet ik nou aan beginnen? Dus ik contacteerde er weer even en ze begon me helemaal te bedreigen van, ik ga naar de politie, want jij geeft mijn nummer en dat soort dingen. Ik heb alleen gezegd, ga gewoon niet meer met haar om, het is beter. Ze begon mij helemaal te bedreigen, want ik ga naar de politie. En ze begon me gewoon letterlijk van, moet ik naar Nederland komen? En ik dacht, ik heb daar weer geen zin in. Dus ze begon helemaal mijn adres droppen en ik zei van, mijn adres ging droppen. Ik dacht, prima. Als je dat wil doen, dan doe je dat maar lekker. Drop lekker mijn adres, ik vind het helemaal niet erg. Ik kan gewoon meer aangifte doen. En ik had meer het smaakt alleen maar erg voor de. Dus ik dacht bij mezelf van, leuk. Dit is zoals gewoonlijk. Godverdomme. Daar heb je hem. Fucking huilende baby. Dus ik dacht bij mezelf van, ze begon helemaal te janken. Ze was helemaal boos op mij. En ik dacht bij mezelf van, ik wil hier niet in worden. Waarom betrek je mij hiermee en waarom doe je mij na? Je kreeg gelijk identiteitsfraude. Dus die vriendin van hem begon helemaal te gillen en begon helemaal te bedreigen. En ik dacht bij mezelf van, ik moet niet naar je huis komen, dat soort dingen. Ik zeker kanker neer, ik zie allemaal mensen op je af. En ze ging me bedreigen van, moet ik je in een kist leggen? Ik wist al gewoon waar we meteen aan begonnen hadden. Want ik had het al gelijk gemerkt. En een fucking vervelend kind. Ik dacht bij mezelf van, leuk, we gaan het weer hebben over een kind. En ja, dus ik begon dus helemaal... ze begon helemaal exposen en ze ging allemaal reageren. En dat vond ik al heel geweldig. Gewoon, ik moest al helemaal lachen gewoon. Ik moest al helemaal lachen om. Het was zo gewoon geweldig. Ik dacht bij mezelf van, eindelijk. Gewoon drama, maar ik wou er al niet in bedreigen. Ik heb nu eigenlijk gewoon bewijs tegen haar, want ik mocht gewoon niet en ze begon helemaal rippen tegen mij. En ik dacht met mezelf, leuk,
zoals fucking gewoonlijk. Dus ik begon helemaal te lachen gewoon, om, gewoon hoe ze reageerden. Dus begon, ze wouden, ik ging expose video maken, ik ging mijn adres droppen. Ik zeg alleen maar, Imke Loenis, je bent echt een kuthoer. Gewoon een kuthoer, gewoon meteen. Gewoon, je bent echt een kankhoer, geloof me. Ik vond het even gewoon, ja, sorry dat ik het zei jongens, maar... K-woord, maar ik ben geen bitch erover. Het is echt een raar wijf, geloof me. Het is echt, denk ik, een van de tumorgevende wijven. Maar ze begon mijn identiteit te fraude. En ja, ik dacht bij mezelf van... Ah, als je wilt dat ik gewoon een exposed video over je wil maken... Prima, ik doe het lekker over je. Want ik laat me niet over me heen lopen en ik laat niet vrienden van mij in de steek. Weet je, je letterlijk, je doet mij na en ik dacht bij mezelf van... Fucking legit. Want één keer, ik kan jouw adres ook droppen. Als je dat wil, ik kan lekker je adres ook droppen. Als, prima, ja, als je... Jongens, ik natuurlijk... Maar echt, ze begon mij helemaal na te doen. Maar mezelf van... Moet ik hier überhaupt op reageren? En ik dacht bij mezelf van... En ze wou echt precies gewoon... Ik dacht bij mezelf van... Maar dit was echt letterlijk de drama die ik gehad had. En... Dit is ook de eerste keer dat ik eigenlijk in een YouTube-drama ben betrokken. Want ik word bijna niet zoveel betrokken in YouTube-drama, maar... Ik dacht maar zo van, leuk, ik ga niet weer beginnen. Maar jongens, doe alvast een duimpje omhoog. Ik zie jullie allemaal later. Bye bye. Hey, doe even de camera uit. Please, dankjewel. Goed zo.